geweest. Was, mij ook. Maar mij is het goed. Maar als ik zo hoor, ça va, dan is dat niet zo interessant of niet zo goed, hè? Wat is er? Ja, een beetje stress op het werk en zo, ja. Ik weet niet, ja. Iedereen heeft het al wel een beetje zeker. Maar ik weet het niet, maar wat bedoel je met een klein beetje stress? Ja, stress is wel niet... Je moet een stukje zonder stress hebben, maar niet overdreven zijn, hè? Tja, niet overdreven, ja. Dat is ook maar tijdelijk, denk ik nu, ja. Het is een beetje corona, het is een beetje druk op het werk, ja. Het is altijd wel min of meer gekomen en gaan, hè, van drukte en zo. Ja. Nou, ik weet het niet, ja. Ja. Het is zo een beetje een boys die achter mijn vodden zit, ja. Dat ik zo stress ervoor heb, dat ik dat dan meeneem naar huis, dat dan thuis ook niet altijd zo goed komt. Nu, ik heb een keer zo'n app gezien, ik heb die geïnstalleerd bij mij. Die noemt Houvast. Ja. Ja. En dat is een app waarmee je eigenlijk kunt aankijken van mensen, of hoe moet je omgaan met mensen met psychosociale problemen, of hoe kun je jezelf helpen eigenlijk een klein beetje ervoor. Ja, kun je zoeken via trap, zeg maar. Dat is iets dat ik alleen kan doen dan. Je kunt hier ook in gaan zoeken, ja, in een app dat je hebt. Je kunt zoeken via trap, zoeken op thema's. Je kunt zo zelf gaan zorgen voor jezelf, is heel nodig. En wanneer moet ik hulp inroepen? Eén op vier wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische problemen. En heeft dan ook steun nodig van familie, vrienden en collega's. Maar ook iedereen kan helpen wanneer iemand het moeilijk heeft, door eerste hulp te bieden bij psychische problemen. En het Rode Kruis wil jou helpen om anderen te helpen. En daarvoor hebben we een wetenschappelijk onderbouwd pakket ontwikkeld om je op weg te zetten. We hebben de Houvast-app, gratis, te downloaden in de app stores, met heel wat tips over hoe je iemand anders kan helpen, tools om goed voor jezelf te zorgen en heel wat hulpkanalen waar je naartoe kan voor meer hulp. We hebben ook de Luister, dat is ons boek, waarin je heel wat meer uitleg vindt en ook heel wat concrete tips. En er is ook een opleiding, Eerste Hulp bij Psychische Problemen, voor mensen die zich ook zelfzekerder willen voelen en ermee aan de slag willen gaan. Zij kunnen in oefeningen hun eigen taal vinden, hun eigen woorden om anderen te helpen en ook bijleren van de anderen in de groep. Iedereen kan helpen, ook jij. Surf naar onze website www.rodekruis.be.